De Nationale Partij Suriname, de NPS, die vierde zondag 29 september hun 78-jarig bestaan met een feestvergadering te Grunjari. NPS'ers van heinde en verre die zijn getogen naar Grunjari om het feest mee te vieren, maar ook vooral te luisteren naar de boodschap van de verschillende sprekers. En zo hebben wij dan gehad NPS-voorzitter Gregory Rusland, die dan op deze feestvergadering in is gegaan op een aantal zaken, welke belangrijk is ter ontwikkeling van de natie Suriname, ter verheffing van de Surinaamse samenleving, maar wat ook NPS in de komende periode zal doen op naar de verkiezingen van 25 mei 2025. Deze feestvergadering was ook direct de aanleiding tot de start van de verkiezingscampagnes van de Nationale Partij Suriname. NPS, 78 jaar van takkie, van beleid van vertrouwen, van beleid van geloof, welke wij als partij hebben mogen uitstralen in die 78 jaar. Het is een eer om vandaag hier te staan op deze gedenkwaardige dag. 78 jaar NPS. Een reis van visie, leiderschap en toewijding aan ons geliefd Suriname. Wij vieren vandaag niet alleen de partij, maar een beweging die het volk altijd centraal heeft gesteld. Een beweging die altijd heeft gestreden voor een Suriname waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vooruitgang hand in hand gaan. Partijgenote Kondreman, toen NPS in 1946 werd opgericht, was het geen gemakkelijke tijd. Suriname stond voor immense uitdagingen. Maar dankzij de moedige leiders die aan de weg van deze partij hebben gewerkt, namen zoals Van der Schroef, Limapo, Doelwijd, Adolf Pengel, werd een koers uitgezet die tot op de dag van vandaag doorklinkt in de ziel van deze natie. Kondreman, wanneer wij kijken naar 78 jaar NPS, dan zult u vandaag de dag allerlei partijen dingen horen zeggen over Sang NPS, Duja Kondre, Dizzy. En de mensen die voor mij hebben gesproken, hebben al een aantal zaken aangehaald. Dus ik ga niet in herhaling treden. Maar partijgenoten, wanneer wij de geschiedenis van de NPS bekijken, dan meet op een moment in die zie, wil ik stilstaan bij het punt waar wij vandaag de dag zijn. En ik moet u zeggen, dat we look at principe NPS, knap naar een serenant op een moment in die zie, dan kunnen wij absoluut niet tevreden zijn. Bika, even bij gebruik van verstand, leek volk, dan waren we vandaag niet in een situatie waar mensen nog steeds afhankelijk zijn van pakketten die gegeven worden door leiders, door partijen, door de regering. Waren we niet in een situatie waar mensen uit de zorgsector, uit het onderwijs, per Ismail Libakondre, waardoor ze konden. Waren we niet in een situatie per aannemer, nomapai,
voldoende roken voor zetten infrastructuur voor je kinderen. Waarom we niet in een situatie, kinderen man. Bij een volk die daar aan deed, alle deed, een struggle om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik denk dat we door een moment in de historie van mijn kinderen. En dat is een nieuwe uitdaging die wij vanaf vandaag moeten aangaan. En dat is voor zorgen dat het change er komt. Voor zorgen dat het change er komt. En daarom, wie, Lex Ranaman, moest Arkisa MPS tjakafissen. En dat na tak MPS vindt dat we moest weten van jouw passie nou. Van jouw passie per bie ik doe een tori wat trafasie dat ik zou doen in de afgelopen jaren. Wat wij hebben uitgesproken tot nu toe is duidelijk niet in het voordeel van ons als volk geweest. En partijgenoten, kondere man, terwijl ik op die story dat die, dan zien we dat op dit moment het grote probleem overal, elke dag, naar voren wordt gebracht. En dat is het ontbreken van de nodige financiële middelen om een aantal dingen te doen. Dat is één. En partijgenoten, met Arkiso leider. En dat is de net die heren leider, takitak. Zou u wani naar gratis onderwijs die alasma? Zou u wani naar gratis gezondheidszorg die alasma? Maar wat probleem sami abi? Desma is tak desandati. Is dat desma net denk ik tak jama fa? Die opai. Voor alle de zandag. Tee dusani, ook toe in die osso. Ik sa fayo paeng, money moest de. En daarom een beleid voor MPS de komende periode te UGI MPS aan mandaat. O de voor zorgen dat de inkomsten van kinderen drastisch en verhoogd. Wij moeten naar een verhoging van de inkomsten gaan. Dat is een man doen de zand. Zo wie wat doet die gezondheidszorg onderwijs aan het rasani. Wat big is dat probleem als al abi? Naar de paiman. Die moeten betaald worden. En dat betekent money zou je making no no. De net genoeg voor mijn paiman. Zo make it in de afgelopen jaren. Baka MBS 2010. Maar kondre man, terwijl wie en lukken de mogelijkheid van kondre, dan zien we dat die er wel zijn. We zien dat, of onder informatie de juist, binnen enkele uren, de CEO van Total Energy in Suriname zal zijn. En het is uren die het in beslag zal nemen en de bekendmaking zal komen dat er een FID is voor Suriname. Met een investering van circa 9 miljard Amerikaanse dollars. En partijgenoten, wie denkt dat ik afvindt op het moment die zie? Om ons allen te feliciteren met het feit dat die FID er komt. Mag ik een applaus? Wat ik zelf zou moeten zeggen, is dat die FID ons de mogelijkheid zal geven
om investeringen te doen de komende jaren. Waarbij de eerste inkomsten uit offshore olie in 2028 zullen binnenkomen. Maar wij zijn niet vandaag de dag beland op dit punt, zonder meer. Maar we moeten teruggrijpen naar het moment toen in 1965 ingenieur Coleridge, toen hoofd van GMD, bezig was met boringen om naar water te zoeken in Saramaka. En op een gegeven moment per ongeluk, plotseling in plaats van water, olie spoit kant op zee. Hoe zat dat ook oude voorzitter Masra Pengel, premier Fusranel, op het moment dat hij Wakagwa Saramaka Fushidak inderdaad was aan de zon. En Pengel heeft ook toen die uitspraak gedaan dat op een gegeven moment Sahai Shidrape Suriname in de toekomst auto's zal besturen op eigen olie. En dat trouwens toetolie. Maar door de onderzoeksactiviteiten die daarna plaatsvonden, zien we dat in 1980 de tijd rijp was om verder te gaan organisatorisch voor zorgen dat we produceren olie. En ik denk dat Afidi, voor dat grantang het idee, zowel als Masra Coleridge, als Masra Eli Jarabi in 1980 de zaak heeft geformaliseerd en met visie en deskundigheid de zaak heeft begeleid en staatsolie heeft gemaakt tot wat het vandaag is. Mag ik een applaus daarvoor? Want als die dat niet doet, moet denk dat olie vloeien op staatsolie, dan weet je wat voor problemen we zouden zijn. Mijn landgenoten, ik denk dat ook toen we Fristeus Revi en we stak aan Kondrek Grantangi voor een moment die dat staatsolie met de in gevaar in 1998-99. Bika F a Kondrek Nobel Co-op met staatsolie met serie die 80 miljoen Amerikaan dollar. En 80 miljoen Amerikaan dollar, u weet wat dat betekent, de inkomsten voor staatsolie, wanneer man te moe inkomsten, die akkondering. In ieder geval, dank aan die heren, dank aan het personeel en iedereen die heeft meegewerkt om vandaag op deze belangrijke positie, situatie te komen. Pesranang kan met een beetje sprong vooruit. En partijgenoten, hoe kan bagatelliseren het olie? Maar dit zijn bijzonder belangrijke ontwikkelingen die aankondigen. We kunnen even gebruiken om verstand. En we zorgen dat we op de juiste leider in 2025 voor drie aankondigen. Dan kan deze ontwikkeling positief voor ons uitwerken. Voor de komende tientallen jaren. Omdat niet alleen wij, maar ook onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zullen kunnen genieten van de rijkdommen in dit land. Maar wanneer wij verkeerde keuzes maken, wij kiezen van verkeerd leider of leiders. Leiders zullen maar ook om naar een goede vakondering. Dat we nog vieren, we nog schip ontwikkelen. Dus Revi. Partijgenoten Kondreman, wij staan dus voor enorm belangrijke ontwikkelingen de komende jaren. En nog grappen met hier. En daarom dat ik ermee bij stilstaan. Omdat de komende maanden NPS'ers wij het veel krachtiger in zullen moeten gaan om het volk voor overtuigd af volk dat met de NPS zij in ieder geval het vertrouwen kunnen hebben dat die natuurlijke hulpbron niet in handen komt van een handjevol mensen, elite, maar van het totale volk.